Voordat deze video begint, nog even wat belangrijks. 19 augustus organiseren wij Ponkpop bij Beach Club Bloemendaal en jij kunt er gezellig bij zijn. Met onder andere artiesten als Stuk TV, Kraantje Papi en Two Crooks. De ticketlink vind je in de videobeschrijving. Wees er snel bij, want op is op. Ponkpop wordt nog geiniger gemaakt door Emmy Café Latte, Sony, Warner Music en Online. Yo, welkom bij een nieuwe Ponkers Extra. En vandaag gaan wij de strijd aan met de Bucket Boys. Hun YouTube-kanaal vind je in de videobeschrijving, mocht je nieuwsgierig zijn. En vandaag hebben we dus Team Ponkers, Team Bucket Boys. En wat gaan we doen? We gaan marshmallows gooien naar elkaar. Het ene teamlid staat boven en moet bij het andere teamlid marshmallows in de mond gooien. En degene die de meeste marshmallows met de mond weet te vangen, die heeft gewonnen. Zo makkelijk. Zo makkelijk. En de verliezer gaat de kracht in. Alleen als jullie verliezen. Oké, wie gaat als eerste? Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. We hebben teamoverleg gedaan. Jesper gaat gooien, ik ga vangen. Ik ben nogal goed met mijn mond. Dat zegt hij niet. Oké, hoeveel mochten we er gooien? 10. 10? Oké, ik heb hier een goed vertrouwen in. Ja, kom maar met de eerste. 3, 2, 1. Oh, fuck. Ik ben kin gek. Oh, shit. Ja, die... Oh, die kwam mijn tanden gek. Ja. Ik ben dus binnen. Komt hij nou? Ja. Ja! 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 Ja, man. Ik wil ook al prima op je meenemen, is mijn tactiek. Oh, fuck. 3, 2, 1. Oh! Die gaat over. Die gaat over. Ja. Oh, fuck. Nog een keer, let's go. Tempo erin houden. Dus gaan we winnen, Tieske. Hey, Noah. Ja. Jij hebt even stekken bonen. Ja, komt die? 3, 2, 1. Ja! Ja! Oké, lekker pik. Ja, hè? Hoi, hoi, hoi. Hey. Ja, toch 2 punten. Moet jij nou maar proberen. Ik moet zeggen, je hebt gestreden als een echte... Iedereen zei, no, je bent knettergek, vanaf de tweede naar beneden, specs goed, dat gaat nooit lukken, jongen. Maar jij stond, hè? En die mensen die hier staan, hè? Ja. Je stond met de... Weet je wat ik mooi vond? Nou? Jouw voetenwerk, ouwe. Je stond echt als een malle. Thijs en ik hebben ook even teambespreking gehad. Het was, ik moet zeggen, toch al vrij snel duidelijk. Je hebt een groot... Ik kan ook mijn mond niet zo ver open doen. Ik zal het even laten zien. Dit hebben we niet besproken, hoor, maar ik ben benieuwd. Als daar niet in één keer een hele zak in past, dan weet ik het ook niet meer. Ik heb wel een goede teamnaam voor ons. Oh, goede teamnaam. De Bruno Marshmallows. Ja, doe ik het voor. Oké, ik ga gooien. Jij gaat gooien. Oké, kom maar Thijs. Lipje. Hey, nog 8, hè? Oei. Hé, je moet ze niet met effect gooien, Ties. Hé, hey Jesper, dit gaan we gewoon winnen, hoor. Kom op, man. Oh, lekker, hoor. Ik weet wat er is. Het waait in één keer. Stop met windjes laten. De cameraman laat windjes. Die heeft de hele tijd... Als je wint, heb je vrienden, zeggen wij altijd. Close. Ja, kom maar. Nee, hè? Ja, maar, als jij hem nou vangt. De laatste. Ik gewoon geen enkele. Yes! Wat? Hoezo nou? Yes? Je hebt verloren, jij moet opruimen. Kijk, je komt iemand dit zo. Volgens mij heb ik er 2 gevangen, ouwe. Hij ving die laatste zak ving die helemaal op. Ja, precies. Zou ik ook zeggen. Wil jij nou nog meer openbare ongemakkelijkheid? Fuck! Check dat de Bucket Boys. Check dan even de video hier en het linkje zit ook in de videobeschrijving. Nou jongens, van de Bucket Boys. Als wij ook zo'n breast. Meedoen is belangrijker dan winnen. Oh, zo. Nou, dan sluiten we daarmee af. Tot de volgende keer. Noah in de gang. Noah in de gang. Hoe je daar? Ik kijk eens uit, hé. Wat is op, hè?